Dames en heren, heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Vlaardingen TV. Ik ben momenteel in de Stadsbibliotheek Holy. De maand februari is door de bibliotheek uitgeroepen tot muziekmaand en daarom besteden ze daar extra veel aandacht aan. En dan kan je niet om Leo Blokhuis heen, de muziekprofessor van Nederland en natuurlijk bekend van de Top 2000. Hij geeft hier vanavond een lezing in de Stadsbibliotheek Holy. Ik vind het heel... Ik hou van praten en ik hou van muziek. Om maar met de deur in huis te vallen. En op de een of andere wonderbaarlijke manier heb ik daar een soort van mijn werk van kunnen maken. En ik doe dat met heel veel plezier. En ik vind het heel erg leuk om hier te zijn. Om uitgenodigd te worden. En ik laat mezelf ook een beetje verrassen over hoe deze avond gaat. Want er is zoveel muziek dat kan in feite alle kanten opwaaien. Wat ik altijd heel leuk vind is... ik hou van liedjes. Ik bedoel, je kunt van muziek houden, je kunt van stijlen houden. En je kunt zeggen, ik ben echt van de soul of ik ben echt van de blues. Of ik hou van hard rock of ik hou van weet ik het wat. Klassiek, modern. Ik hou heel erg van liedjes. Ik vind gewoon het verschijnsel liedje vind ik onuitsprekelijk fascinerend. Gewoon zo'n dingetje wat in 3-4 minuten iets met je doet. Tenminste, met mij. En ik denk ook een beetje met jullie. Anders zou je misschien niet zijn. Als het je allemaal niks zegt dan... En als je daarover nadenkt, dat vind ik een onwaarschijnlijk interessant kunstfenomeen. Ik zie muziek als kunst. Dit zijn zenuwen. Heb ik toch ook echt hoor. Maar eventjes even de mond nat houden. Dat je 3-4 minuten ergens naar luistert en dat je... Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar dat je compleet weggevoerd kunt worden naar een andere tijd of naar een andere ruimte. Ik heb het zelf zo sterk dat als ik een muziekje een tijd niet gehoord heb en ik hoor het weer, dat ik zelfs de geur heb van bijvoorbeeld de tienerkamer waar ik het voor het eerst hoorde. En ik heb dat alleen met muziek. Het is natuurlijk ook een herkenning van muziek uit mijn jeugd. Maar ik ben niet echt een popliefhebber. Heeft u er spijt van dat u vanavond hierheen bent gekomen? Helemaal niet. Nou, omdat het heel erg leuk is. Nou, net zoals iedereen kijken wij ook tussen kerst en oud nieuw naar de Top 2000 de Go-Go. En dan zie je toch dat het gewoon een geweldige man is. En dat hij me vol passie kan vertellen over muziek. En omdat wij natuurlijk ook zeg maar als producten het uitlenen van de cd's en muziek-dvd's hebben, hadden we zoiets van, misschien is dat er ook wel een link met onze producten om ervoor te zorgen dat die wat meer in de aandacht komen. We proberen hem gewoon hierheen te halen om een lezing te geven over muziek. Mag je vanavond hier optreden in de bibliotheek, hè? Ja. Gebeurt dat vaak, dat je wordt uitgenodigd in de bibliotheek, want je staat ook met een theatershow op de bühne. Ja, en dat is echt wat anders. Dit is veel losser. Theatershow is echt heel strak. Omdat Ricky, de zangeres, er ook bij zit en een band. En omdat ons theaterprogramma ook echt een begin en een eind heeft. Ja, dan moet je dat proberen we toch echt binnen 2 uur en een kwartier ongeveer, want zo lang duurt het wel te doen. En hier... Hier mag ik gewoon een beetje wat meer losgaan en dan kan ik mezelf af laten leiden door een zijstraatje. En dat vind ik zelf heel erg leuk om te doen. Maar in theater kan dat niet. Maar het is wel hetzelfde genre. Liedjesgeschiedenis of verhalen over muziek, dat is wel wat ik doe in feite. Het grappige aan popmuziek is wat ik net over vertelde. In de beginjaren dachten we echt dat een overwaaiend tienerfenomeen zou zijn. Maar het is hier om te blijven. En de eerste generatie popliefhebbers zijn nu stevig bejaard. En dus dit is gewoon meegegroeid. Dus inmiddels, toen ik begon met naar popmuziek te luisteren, 30 jaar geleden, toen was popmuziek veel meer een jongere ding als dat het nu is. In Nederland zongen wij in de jaren 50 ook liedjes die heel populair waren. Dus in strikt genomen zijn dat popliedjes en is popmuziek gewoon van alle tijden. Ik bedoel, Mozart schreef popmuziek bij wijze van spreken voor zijn tijd. Maar er is op een gegeven moment echt een gekke omslag gekomen in de muziek.
En daar speelt Amerika een grote rol in. Het kon niet anders dan in Amerika dat daar de rock and roll ontstond. Rock and roll ontstaat namelijk uit traditionele Europese melodieën en een ritmische en een ik zou haar zeggen, onderkant van de muziek die uit Afrika komt. Letterlijk de tribal ritmes uit Afrika vermengd met Europese ideeën over muziek. Europese ideeën over muziek en Afrika die komen maar op één plek in die tijd, namelijk in de vorige eeuw bij elkaar. Dat is in Amerika. Dat is een, je zou bijna kunnen zeggen dat is een, ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ken ik iemand die dat zegt, maar het is wel heel plat om dat nu te zeggen. Maar het is een van de dan dingen die dan nog mooi uitpakt aan die dekselse slavernij. Want daar komt het natuurlijk vandaan. Wij in Nederland waren heel erg goed in met een hele grote omweg naar Amerika varen. Dat deden we via Afrika, namelijk met hele schepen vol gingen we daar naartoe. Dus de handen van de Nederlanders zijn niet helemaal schoon of helemaal niet schoon wat dat betreft. Maar in Amerika komen, met name in het zuiden, op de katoenplantages. Dat is heel vroeg vanmorgen. Daar komen slaven te werken. Die slaven worden en passant gekerstend. Dat ging in één moeite door. Dat is niet dat daar heel veel keus voor was, maar dat wordt eigenlijk net zoals Europa ooit gekerstend is. Ik bedoel, Karel de Grote die zei, en nou laat je dopen, anders hak ik je kop af. Nou ja, dan maar dopen, weet je wel. Daar kun je hele mooie verhalen over vertellen, maar dat is natuurlijk niet helemaal netjes gegaan. Maar goed, wij hebben daar best een tolerante en mooie samenleving in overgehouden. In Amerika zijn het dus de slaven die eenzelfde soort keuze krijgen en die dan in een... Het is allemaal veel genuanceerder, maar ik doe het even met zeven mijlslaars. Maar die daar dus in kerken bij elkaar komen. Zij zingen daar zondags de liederen die ook uit Europa komen. De kerkliederen, Abide With Me, weet ik het. Dat soort, vooral uit Engeland natuurlijk. Want Engeland is nou eenmaal de overheersende cultuur in Amerika geworden. Sinds wij dachten dat we meer hadden aan Suriname dan aan New York. Goed.